de eerste paal kan geslagen worden. Een hofje is iets van dat gaat honderden jaren terug. Dit is het mooie omdat het heel authentiek gebouwd wordt met de facetten die ze 100 jaar geleden ook hadden. Maar het is heel innovatief. Camera, toe bewaking, heel veel demotica in het hofje. In ieder huis zit een lift, zodat het levensbestendig is. En zodat je kan blijven totdat je doodgaat. We zitten hier in de polderresidens. Dit ben ik 2011 begonnen. Inmiddels hebben we ook de polderhoeve, die staat ernaast. Totaal 22 kwetsbare ouderen waar we voor zorgen. Je wil wat anders doen dan de reguliere zorg. Ja, ik geloof in heel veel prikkelen. Wij gaan de wereld in, dus we zijn veel op pad. We zijn veel met de mensen bezig, we gaan naar het strand. En als je dan met je haar in de wind zit, dan ervaar je wat. En dan komen de verhalen los en dan zie je gewoon dat mensen genieten. Ben je klaar voor het volgende project? Ja, super tof. Ja, het hofje bestaat uit 20 woningen. Mensen hebben een vereniging van eigenaren. Daarmee onderhouden ze het hofje. Daarmee kopen ze de 24 uur bereikbare zorg in. We hebben 54 jaar in hetzelfde huis gewoond, in het buitengebied. En hier is meer sociale contacten en zorg. Heel belangrijk. December levert Appelman de woningen op. Zodat we hopelijk met de kerst in het hofje kunnen wonen. Dus ik denk dat ik vast de kerstboom ga bestellen. Klaar.